En Sanne is er afgevallen. Sherlock. Wat? Sanne, ik... Oh mijn god, wacht. Nee, ah, wat is zo? Ga weg! Nou, hallo allemaal. Hoi. Wij zijn onderweg naar de wei. Want we gaan onze eigen paarden weer eens doen. Ja. Carlijn's eigen paarden. We gaan... Hallo. Lisa gaat nu even Gladdy lanceren, voeren. Dan nemen we Oceano mee om te voeren. Ik ga nog een stuk van staat afknippen. Enfield ga ik weer rijden. Die heeft een week stilgestaan, volgens mij. Echt een week. Ja? Volgens mij wel. Ik heb hem niet gedaan. Flunna misschien. Volgens mij ook niet. Het is alweer een week voorbij. Nou ja, dan ga ik... Wie ga ik doen? Iemand anders. En dan kunnen we straks nog Jade en Jules tegelijk meenemen, toch? Ja, maar we moeten even kijken wie ik dan ga rijden. Want daar hebben we niemand over. Want ik heb alleen mijn eigen paarden, want jij wil witje doen. Oh ja, jij kan ook... Oh, jij wil even veel niet doen. Jawel, ik wil het aanproberen. Oké, dan neem ik wel witje mee. Ja, maar dan wil ik wel springschaap graag. Ja, heel graag. Ik vind het hier wel fijn. We hebben het hele pad al gelopen, jongens. Kijk eens even. En ik heb een lange arm. En de ponies zijn allemaal buiten van de opvang. Ja. En dan gaan we dus rijden en dan doen we ze weer naar binnen. En dan gaan we ponies pimpen en poetsen. En gisteren hebben we Mila geschoren. En ze heeft zo'n schattig gekleurd. Ja, ze is echt super schattig. We laten het resultaat nog wel even zien. Oh, en vandaag hebben we dus weer een druk dagje. Ja. Ik zit vast. Mijn schoen zit vast. Sanne, ik... Oh mijn god. Wacht. Nee. Ah, wat is zo? Ga weg. Ik kan niet bewegen. Nee. Mijn schoen is... Kan niet zo helpen. Wacht. Oh, ja, ik ben bevrijd. Oh nee, ik zit echt vast. Oh nee. Wacht. Oh. Hallo, bandito. Oké. Okay. Eén. Oh. Ik ga hier een slimme weg. Oh. Au, ik nog mezelf. Ah, ik vind het echt niet leuk. Je moet heel snel gaan. Ja, oké, wacht. Je moet heel snel gaan. Alles vies. Nee, mijn voet is al weg. Nu is mijn andere schoen uit. Hier. We zijn onderweg en we leven nog. Ik heb Bitje. Carlijn heeft Enfield en Gladdy. En Lisa heeft Roseno. En Maxime is aan het gillen. Nou, we hebben Gladdy, we hebben Enfield, knappe Enfield, en Anouko, en weet je, even Anouko laten we wel de noodzaken. En ik heb het stroom uit. En Roseno. Sarah, we zijn bij. Hallo. No. Hallo. Enfield is zo knap. Hallo. Oh, er zijn drie. Nou, ik ben ready, maar deze bak is echt één zooi. Overal staat wat. Hé, weet je? Dus ik ga het nu even opruimen zodat we kunnen rijden. Want overal ligt iets en je kunt niet echt figuren rijden of zo. Dus dat ga ik even doen. En ik heb mijn Anki setje aan, mijn dingetje. En mijn dekkie. En Witje is ongeduldig, dus ik ga het maar gewoon even opruimen. Hallo, hij stelt in schuim.
erbij. Nou, Gladdy heeft eten gehad en is geluncheerd. En Field heeft ook eten gehad. En Vitje is nog aan het eten. En Roseno heeft ook eten gehad. Wow! We zijn terug aan het lopen. Oh, niet zo chagrijnig. Squat! Ik ben niet zo blij. Nee. Oh. Oké, ik ben even bijna geplet. Maar we doen nou eens rustig. We hebben fijn gereden. En nu gaan ze terug naar de wei. En dan gaan we zo even iets... Wat? Dan gaan we zo even iets met twee nieuwe doen. Want ze zijn als het goed is beleerd. Maar we beginnen gewoon weer met opbouwen. Dus we gaan even kijken hoe het gaat. Hé, Witje. Nou, we hebben de ponies alvast even eruit gehaald. En dan gaan we even hooi geven. Dan gaan we al de ponies eruit halen. En wat gaan we dan doen? Met Sherlock en Litchfield trainen. Wat ga je nou doen? Die klei eraf smeren voor de eindjes. Voor de dikke benen. Ja. Van hier. Zo. Oh. Zo. Ik ben nu de kosten aan het insmeren met Feta Derm. Maak er al even uit. Kom. Kom. Oh mijn god, Sanne, zitten, zitten! Oh, Sanne, nee! We hebben net gereden. Ja. En Litchfield die loopt niet goed. En dan ga ik even met de dierenarts overleggen van hoe en wat om te onderzoeken wat hij nou precies heeft, waar het gedrag vandaan komt.
En Sanne is er afgevallen. Ik zat zeg maar ik had mijn voeten nog net niet in de beugels. En ineens stikt hij zijn hoofd naar beneden en gaat hij zo springen en bokken de hele tijd door. En toen ging hij op het hek af en toen vloog mijn beentje echt zo eroverheen. En toen landde ik op mijn voeten, maar ja. Hij was gewoon een beetje te veel energie, denk ik. En toen ben ik er weer opgegaan met gewoon de longeerlijn en toen los. En hij is super braaf. Maar ik denk dat hij gewoon zijn energie kwijt moest. En nu gaan we Smorky en... Enjoy. Smorky en Enjoy. Oké, ik ga even lanceren. Kijken of Smorky lanceren kent. En gewoon een beetje dat ze in beweging blijven. Want ze zijn allemaal een beetje stijf natuurlijk. Omdat ze heel lang niks hebben gedaan. Ik sta hier met Smorky. En ik ken het allemaal wel lanceren. Alleen hij maakt een beetje gek geluid. Dus we denken dat het iets van cornage is. Maar we gaan het dus even opnemen voor onze dierenarts. Zodat hij kan kijken of het onderzocht moet worden. En... ik doe nu dus helemaal niks. Dus ik ga het even opnemen en dan kijken, anders dan moet hij naar de dierenarts. Ja. Stop maar. Wat lief. Heel schattig. Dit is Smorky, toch? Nee, Enjoy. Oh. Dat is Smorky. Oh ja. Dat is Smorky. Voilà, dat is cornage. Dat zijn de verlammingen in de stembanden. Oh. Niet weet je. Nou, sorry. Gaan we even kijken of... Godverdomme. Ja. Nou, we zijn het laatste beetje aan het aanvegen. We hebben Smorky en Enjoy nog even gepoetst. En de paardjes hebben lekker eten. Oké. Nee. Nou, we zijn klaar. We hebben echt super veel gedaan vandaag eigenlijk. Want, wat is het eigenlijk? Weet ik niet. We hebben Bandito gelanceerd, Jade gelanceerd, Jules gelanceerd, Enfield gereden. Matje om Mickey is aan de dierenarts. Mickey. Mickey, oh, dan heb ik geluk. Goed. Odessa gereden, Gladdy lanceren. Marina en Lucy zijn gepoetst. Annemero is gewandeld. Vanna is gereden. Bel gaat er vrij. Witje is gereden. Sherlock, dan is Sherlock gereden. Smorky gelanceerd. Joy gelanceerd. Litchfield gereden. Galaxy gepoetst. Twister gepoetst. Zorro gepoetst. Cosmo gepoetst. En Wizard gepoetst. En die we hebben gereden zijn ook allemaal gepoetst natuurlijk. Dus... ja, we hebben echt vet veel gedaan. En drie keer hooi gegeven en buiten zetten, super veel werk. Hey. Nou, willen jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet niet te abonneren en doe nog een blauw duimpje omhoog. Doeg! Doeg.